Nou, dat is denk ik op vakantie dat je nog wel eens een flinke wandeling gaat maken. Ja, nou, niet 200 kilometer. Nee. Dat is wel wat Jeroen Mulder gaat doen. Hij gaat naar Leiderdorp toe lopen. We hebben hem ook aan de telefoon. Dag Jeroen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je bent raadslid in Emmen. Ja. Is dat leuk? Ja hoor, dat is prima. Dat is hartstikke leuk. Ja, ja je gaat ja. 200 kilometer lopen naar Leiderdorp toe. Nou ja, ja. Vertel waarom. Ja, nou de meeste mensen hebben mij al denk ik wel een keer op 10 voor gek verklaard. Nou, er zijn een aantal redenen. Maar de belangrijkste reden is denk ik... mijn schoonmoeder woont in Leiderdorp. Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Leiden. Mijn schoonmoeder woont nog in Leiderdorp. En die heb ik sinds half februari denk ik niet meer gezien. Want opeens hadden wij corona in het land. En toen ging alles op slot. En mijn schoonmoeder is de jongste niet meer. En bovendien, ook qua gezondheid, is het niet altijd even geweldig. Dus ja, dan zit je al snel met het fenomeen dat je elkaar niet meer kunt zien, fysiek. Nee, en dat lijkt me ontzettend lastig. Nu komen we een klein beetje uit die krampachtige crisissituatie. Maar je kan toch ook gewoon de auto pakken? Ja, dat, zei mijn, dat was ook het eerste wat mijn moeder of wat mijn schoonmoeder zei. Dat van zo, jongen, waarom pak je de auto niet? Nou, ik vond het juist leuk om na op het moment dat je, en ik gokte er een beetje op dat dat zo rond deze periode zou zijn, dat we dan een klein beetje weer bewegingsvrijheid zouden krijgen. En ik vond het dan ook wel leuk om juist dan, als we weer een beetje die opstartende fase zijn, om eens door het land te gaan lopen. Voor mezelf als uitdaging, maar ook. Want dat is de tweede reden. Ik heb er een goed doel aan gekoppeld, namelijk het longfonds. Dat vanwege corona toch een nieuwe longziekte, waar we eigenlijk best nog weinig van weten. Maar ook omdat mijn eigen vader is COPD-patiënt. Ik heb wat mensen met astma, astmatische verschijnselen en echt astma in de familie. Dus ja, de longziekten zijn wel een item. Dus ik vond het ook belangrijk om daar op deze manier aandacht voor te vragen. Ja, fantastisch natuurlijk, hè? Om geld op te halen. Dan even de keiharde cijfers. Hoeveel is er al binnen? Ik ga richting de €800 inmiddels. En ik had ooit eens ingezet. Ik weet niet hoeveel er binnen gaat komen. Als ik €150 bij elkaar spaar voor het longfonds, dan ben ik al heel blij. Maar inmiddels loopt dat aardig op. Ja, nou, en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, misschien nog wel even goed te noemen. Waar kunnen mensen deze actie vinden? Waar kunnen ze bijdragen? Ja, dat is op de actiesite van het Longfonds zelf. En dat is voorlongfonds.nl. Daar staan al die acties. Ja, voorlongfonds.nl. En dan vind je vanzelf de actiepagina. Ergens staat mijn actie daar ook. Maar er zijn meer acties. Ja. Maar mijn actie staat daar ook tussen. Hey, maar even iets anders. 200 kilometer, hè? Heb je ervoor getraind? Hoe ga je dat volhouden? Jazeker. Ja, hoe ga je dat volhouden? Ja, het klinkt heel dom, maar het is gewoon echt een kwestie van echt volhouden. Het is niet anders. En ja, daar moet je voor trainen. Dus ja, ik heb ook getraind. Dat zijn minimaal 20, 30 kilometer trainingstochten. De laatste training heb ik gedaan bij ons hier in de buurt van Bargeveen. Echt door mulzand met volle bepakking. Want ik heb ook bepakking bij me vanzelfsprekend. Dus dat kleine 13, 14 kilo wat ik mee zul. Dus ja, daar moet je wel voor trainen. Ja, absoluut. En hoe lang dat heb ik inmiddels een maandje of twee, 2,5 denk ik aan training heb ik er nu op zitten. Ja, en hoe lang denk je daarover te gaan doen? In principe loop ik, ik begin maandagochtend om 7 uur en ik hoop zaterdag zo rond een uur of twee een beetje aan te komen op de bestemming. Nou, is het dan misschien een idee als wij erbij zijn voor televisie? Oh, leuk, prima. Nou, ja, hoor. Gaan we dat buiten de uitzending nog even opzetten? En uiteraard gaan we er nog hier wat aandacht aan geven. Dat hopen dat die €800 we nog flink kunnen verhogen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Want elke euro is meegenomen. En je doet dit denk ik ook wel een klein beetje omdat je het leuk vindt om te lopen, toch? Ja, nee, anders moet je dit echt niet doen. Dan moet je dit niet eens aan beginnen. Niet aan willen denken. Nee, dit moet je leuk vinden. Maar anders gaat het sowieso niet lukken. Klaar. Dus dat, en ik vind het leuk. Absoluut. Jeroen Mulder uit Emmen. Hij vertrekt maandagochtend. En komt dus niet morgen, maar de volgende zaterdag aan in Leiderdorp. Ja. Hartelijk ja. dank. En geniet nog even van één weekendje rust. Prima, dankjewel. Is goed. Hoi. Oké, dag.